Goedemorgen allemaal, daar zijn we weer van Finding a Better Way to Live. We zijn weer met een treintje aangekomen ergens om een filmpje te gaan maken vandaag van een pipowagen waar we aan helpen klussen. En daar woont ook iemand met een yurt, dus dat wordt allemaal heel spannend. Hele lieve, fijne mensen. En daar gaan we nu naartoe. Doei. Wat zijn we aan het doen? We zijn Lorenzo aan het helpen met een hele lieve... Dat een pipowagentje aan het helpen klussen. En dat is het wagentje voor Marielle. Zou jij erin kunnen wonen, Oscar? In zo'n pipowagentje? Straks even passen of je er überhaupt in kan liggen. We zijn op het weilandje waar een yurt en straks ook een pipowagen staan. Ik denk dat ik niet in een yurt zou willen wonen, omdat ik me afvraag hoe duurzaam het eigenlijk is. Dus dat gaan we ook even vragen aan Chris. Ik woon hier nu 3 maanden of zo. Ja, als een soort community pilot. En waarom een yurt voor jou? Ik wou iets met ruimte om ook mijn eigen workshops en praktijk in te kunnen zetten en vormgeven. Om te dansen, om te klinken. In de baarmoeder wonen, zo voelt het. Heeft het voor jou nog iets te maken met duurzaamheid, duurzamer wonen? De duurzaamheid zit voor mij ook in het gevoel van weinig ruimte innemen. En ja, die dingen worden afgewogen, want ook ja, ik stook mijn yurt wel met een houtkachel. Het is meer een gevoel van back to basics, in de eenvoud. Producten lokaal kopen, hier een steentje bijdragen op het land. Ik ben hier letterlijk iedere dag water aan het halen en ik voorzie mezelf in hout en water. Eergisteren kwam ik terug van een soort glamorous week, waar Hilde ook was. En toen kwam ik hier en het stormde. En die tent die danste in de wind. Dus toen ben ik de dag erna alleen maar bezig geweest met mijn huis aan elkaar te knopen. Zodat het niet wegwaait. Hij staat nog. Hij staat nog, maar dit zijn al deze. Dit is een soort van rescue. Ja, je kan nu ook niet op een normale manier door de deur. Dat nee, je moet even limbo. Limbo dans door de deur. Maar hij houdt het. Hij houdt het. Komt iemand aangeslopen door het veld. Het is een zonmonster, de tijger. Wanneer kan het wagentje hier komen staan, denk je? Ik denk het weekend eigenlijk al. Zo waren wij beland. Ik vind het waanzinnig inspirerend en dapper en raar. Ik hoor, oh, hoe kan dat? En als ze dan langskomen, het gevoel van, oh, wat heerlijk. Het moeten gaat eraf als je de wei in loopt. Wat is de grootste uitdaging die je tot nu toe bent tegengekomen? De dag voordat ik al mijn spullen erin zette, waaide het dak er echt af. Dat was een uitdaging. Er is ook een keer een sneeuwstorm binnen geweest toen ik weg was. Binnen. Dat was een uitdaging. Er zijn wel dingen die anders zijn dan in een appartementje wonen in Utrecht. Ja, ja. Je moet ervaren dat het anders kan voor je de stap durft te nemen om het anders te doen. Ga 3 maanden vrijwilligerswerk doen ergens bij een eco-community in Portugal of Mexico, weet ik het waar. Denk je dat je ooit nog op een andere manier zou kunnen of willen wonen? Ja, in een boomhut. Dankjewel, Chris. Dankjewel, Hilde. Dankjewel. Zo, wij zijn ondertussen weer terug in Utrecht op een lekker warm zolderkamertje met centrale verwarming. Volgens mij hebben we een berichtje. Ja, het is Marielle. Kijk, het wagentje is in het weilandje geplaatst. Oh. Zijn we blij voor onze vrienden? Het wagentje staat in de wei. Het is gelukt. Marielle woont er. Onze vraag van vandaag aan jullie. Woon je liever in een yurt of in een pipowagentje? Laat het ons weten in de comments. En like deze video als je hem leuk vond. En schrijf je ook in voor onze nieuwsbrief op findingabetterwaytolive.com. Oh, en dan zeggen wij nu, het is tijd om naar buiten te gaan. En tot de volgende keer. Doei!